Het is weer tijd om te gaan kijken naar crypto, zoals we dat iedere maand doen. We gaan in deze video dus kijken naar de koers van Bitcoin en de ontwikkeling van deze koers. En we gaan ook juist kijken waarom steeds vaker crypto een beetje hetzelfde reageert als dat de aandelenbeurs doet. Wat is daar eigenlijk mee aan de hand? En waar we ons normaal juist in deze serie richten op de lange termijn, wil ik nu juist gaan kijken naar de korte termijn, want dat is ook steeds makkelijker om te doen, zonder er juist al te veel tijd mee bezig te zijn. Hoe dat precies zit, dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. En in deze serie gaan we dus kijken naar crypto. En het idee van deze serie is ook. Dat ik wel in crypto investeer, maar dan vooral in de grotere bekende coins en ook voor de lange termijn. En ook heel belangrijk, denk ik, om weer te zeggen, zeker als Radar natuurlijk wel meekijkt, is dat we dit natuurlijk doen met een klein gedeelte van ons vermogen, van ons portfolio. Misschien maar een paar procent. Omdat ik zeker crypto nog steeds beschouw als een belegging met een hoog risico. Maar laten we dan even gaan kijken naar de koers van Bitcoin en ook vooral de ontwikkeling de laatste tijd. Nou, we zien op dit moment dat de koers zo rond de 38.500 dollar staat. Toen ik deze video aan het voorbereiden was, stond hij nog een stukje hoger. Want we zien wel vandaag op het hoogtepunt stond hij. Even kijken, bijna op de 41.000. Inmiddels zo'n 4,5% eraf. Niet alleen crypto gaat nu heel slecht. Ook aandelen doen het heel slecht. Als we rechts hier in beeld kijken, zien we wat Tesla 10% in de min staan. Eigenlijk alle aandelen staan wel flink in de min. En ook de aandelenbeurs, de SP 500 als gehele beurs, dat bijna wederom 2% in de min, dat zien we de laatste tijd vaker gebeuren. Is ook een onderwerp wat ik in deze video wel wil vertellen, dat eigenlijk steeds vaker crypto hetzelfde reageert als de aandelenbeurs. Maar kijken we eerst even heel even kort, um, dan zien we eigenlijk dat crypto de laatste tijd vooral zo rond die 40.000 waar we dus net weer iets onder zitten, dat dat wel een belangrijke in die kant weerstand is of soms zelfs een support. Soms maken we flinke sprongen, soms zien we flinke dalingen. Um, het is gewoon dat beleggers de laatste tijd heel nerveus zijn. Dit komt door oplopende rentes, de inflatie die hoog is, de oorlog in Oekraïne. Heel veel speelt mee. En voorheen was het zo dat dat vooral op. Aandelenbeurzen, dat daar vooral de effecten merkbaar worden. Maar steeds vaker zien we dus eigenlijk hetzelfde gebeuren ook bij crypto, dat crypto eigenlijk op dezelfde manier reageert. Ik kan dan misschien niet meteen zeggen wat mijn verwachting is voor crypto op de korte termijn. Ik zit er vooral in voor de lange termijn. Ik denk ook echt wel dat het in de lange termijn, op de lange termijn um, ja, in waarde zal gaan stijgen. Um, we hebben regelmatig te maken met deze dips. Of met af en toe piekmomenten. Soms is het gewoon heel erg dat het in één keer heel hard omhoog gaat. Zagen we hier nog in oktober, november vorig jaar. Sinds die tijd is het eigenlijk ook alweer bijna gehalveerd. Dus ook daar moeten we zeker rekening mee houden. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat uh, heb ik ook verteld in een video. Ik denk twee weken geleden in Vrijmierbeurs. Als je gaat kijken naar bitcoins bijvoorbeeld... 19 miljoen van de 21 miljoen zijn inmiddels gemined. Dus er is eigenlijk minder dan 10% zal er nog aan nieuwe coins bijkomen de komende jaren. Het kan nog best wel een tijdje duren, geloof ik, voordat ze gemined worden. Um, niet alleen dat, de, de bitcoins die er nu al zijn, daar staat volgens mij meer dan 60% inmiddels langer dan een jaar vast. Dus heel veel mensen zijn, denk ik, ook geïnvesteerd juist voor de lange termijn. Die zijn niet geïnvesteerd. Ja, bezig met op korte termijn winst te halen, die zijn juist bezig voor de lange termijn. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben onder andere met staking, wat steeds populairder wordt, steeds meer mensen mee bezig zijn. Dan zet je in principe ook je coins vast om een paal van, ja, soort van rentepercentage even te ontvangen, laten we het zo even noemen. Uh, het is niet helemaal hetzelfde hoe het precies. Dat zal ik vertellen in een video hier ergens bovenin. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat als je het vast, dat je dan ja, die coins gebruikt kunnen worden... of voor het netwerk of voor andere dingen. Maar in ieder geval daar krijg je een vergoeding voor. Dus ook om die reden zie je dat coins steeds vaker vaststaan. Dat betekent wel dat als er iets is... Dat heel veel verkoop, heel veel aankopen gedaan worden. Dat dat steeds op een kleiner gedeelte van de coin gaat. En dat het daarom juist ook wel eens best wel ooit flinke sprongen kunnen maken. En dat zien we hier onderin ook wel een beetje met de fear and greed index. Of in dit geval de indicator. Er is een index van de website die ik al vaak heb laten zien. Hier zien we nu als indicator. Soms zijn er wat momenten, vooral oktober, november vorig jaar. Dat er heel veel greed was. Dat was echt hoog. Groen ook nog. Maar andere kant zijn er ook veel lange periodes. Of in ieder geval diepere periodes van rood. Dus dan gaat het harder onderuit. De groene periodes zijn er af en toe wel. Maar het ja, wisselt zich steeds vaker af. Dus ook hier zien we ja, dat misschien op de korte termijn mensen niet per se bij willen kopen. Zien we ook met aandelen gebeuren bijvoorbeeld. Je ziet dat eigenlijk de Bitcoin bijvoorbeeld in dit geval steeds vaker een beetje hetzelfde reageren als bijvoorbeeld een aandelenbeurs. Dus laten we bijvoorbeeld naar de SP 500 gaan in dit geval. Zetten we even deze eventjes uit. En dan pakken we hem even als lijn. En als we dit nou zouden vergelijken met PTC-USD, oftewel met de Bitcoin en US-Dollar op dezelfde procentuele schaal, dan zal het er misschien niet direct hetzelfde uit zijn. Maar dat is eigenlijk omdat we nu op een te lange periode gaan kijken. Um, we hebben natuurlijk met Bitcoin, zeker in november, zoals we net al zagen, een flinke stijging meegemaakt die we niet per se hadden met aandelen. Maar vooral als we gaan inzoomen naar de laatste tijd, dan zie je dat dit steeds vaker... Uh, beter overeenkomt en hoe verder je inzoomt, hoe meer gelijkenis je ziet. Nou is het niet zo dat dit precies één op één dit lijntje is, maar wat je wel vaak kunt zien, is dat op ongeveer dezelfde momenten een, een koers van bijvoorbeeld een index van een beurs op een laagtepunt bereikt, als ook Bitcoin dat bereikt, of weer omhoog springt en een hoogtepunt bereikt. Ook op dezelfde momenten, dat zie je eigenlijk hier een beetje gebeuren. Uh, je ziet hier weer wat pieken, je ziet hier weer een dal en dat is ook het dal wat bij Bitcoin in dit geval is. Hier zien we weer een piek. En dat zijn ongeveer op dezelfde momenten de piek. Hier zien we nu juist de laatste tijd, de laatste dagen, een flinke daling. Ook dat komt overeen. Dat heeft denk ik verschillende redenen. Aan de ene kant, um, wat we het net hadden over inflatie en dat soort dingen, oplopende rentes. Als we echt jaren geleden gaan kijken, toen reageerde crypto juist totaal anders dan de rest van de markt. Als de markt um, bang was van rente, bang was van inflatie, dan gingen ze of naar goud. Of naar het digitale goud, naar Bitcoin, dan steeg Bitcoin juist. Heel veel crypto's gaan niet stijgen in dit soort situaties. Die dalen net zo erg als het aandelen doen. Dat heeft er denk ik dus vooral mee te maken dat we nu flink wat jaren verder zijn. De markt volwassener is geworden. Aan de ene kant betekent dat gewoon dat de markt groter is geworden. Er zit meer geld in. We zagen ook net dat er meer geld vast zit. Dus misschien zijn het ook wel dezelfde mensen die voorheen in aandelen zaten, die nu juist ook dus met crypto bezig zijn en op dezelfde manier, op die manier handelen. Wat we ook zien is dat er steeds meer grote partijen bezig zijn met crypto, grote investeerders. Investeren ook een gedeelte van hun vermogen in crypto. En wat je vooral bij die partijen ziet, is dat zij vooral uh, heel veel geautomatiseerde handel doen. High frequency trading heb je het dan vaak over. Kijk je bij aandelen bijvoorbeeld, is dat meer dan de helft van het handelsvolume komt uit uh, dat soort automatische aankopen en verkopen door algoritmes, door computers die worden gedaan. Nou, dat zul je ook steeds vaker krijgen bij uh, crypto. Dat is crypto natuurlijk ook heel bekend om, maar zeker als dat soort partijen met grote bedragen investeren, dan gaat het behoorlijk wat voor schommelingen zorgen. Of het zorgt er in ieder geval voor dat crypto op dezelfde manier gaat reageren op bepaalde momenten als dat bijvoorbeeld een aandelenbeurs dat doet. Maar deze manier van handelen is dus eigenlijk vooral weggelegd voor de grote partijen om op die manier met aandelen of met crypto bezig te zijn. Het is natuurlijk wel al zo dat er cryptobots zijn waar je gebruik van kunt maken. Maar dan is het vaak zo dat je vaak ook wel heel veel tijd moet investeren, heel veel energie moet investeren, of misschien ook wel zelf. Technische kennis moet hebben om die bots af te stellen. Nu is het wel zo dat inmiddels CoinMeurs ook met bots is gekomen. En daar wil ik dan juist in deze video naar gaan kijken. Want het is natuurlijk wel zo dat mijn kanaal een passief inkomen heet. Ik wil dus graag kijken of het mogelijk is om op een passieve manier ook met crypto bezig te zijn. Voorheen is eigenlijk het idee geweest om vooral op de lange termijn. Uh, crypto te investeren, juist omdat ik niet altijd de tijd of kennis had. Maar ik wil dit zeker wel gaan proberen om te kijken of ik dan toch ook op de korte termijn kan profiteren. Omdat het ernaar uitziet dat ik nu juist die tijd en kennis niet nodig heb. om toch eventueel bezig te kunnen zijn met crypto op de korte termijn. Dus kijken naar de website van CoinMerse en dan specifiek de pagina over hun bots. Het is natuurlijk zo dat ik in samenwerking heb met CoinMerse. Um, maar ze hebben niets te zeggen over wat ik in deze video vertel. Dit is puur hoe ik het zie, waar ik op let en wat ik de voordelen en nadelen vind. Ik denk wel heel belangrijk om te zeggen. En heb je trouwens nog geen account bij Coimmers? Maak dan gebruik van de link onder de video. Als je dan een account opent en 100 euro stort en dat investeert in crypto, dan ontvang je ook een bonus van 10 euro. En niet alleen jij, ook ik ontvang een bonus van 10 euro. Dus dat is een mooie manier om het kanaal te helpen. Het is alleen wel zo op dit, op dit moment dat de bonus alleen geldt als je 100 euro investeert in crypto. En het geldt nog niet als je dat geld investeert in bots. Dus hou daar even rekening mee. Maar kijken we dus weer naar de bots, dan gaat het over kunstmatige intelligentie. Wel met echt geld, ook heel belangrijk om te zeggen. En wat we hier eigenlijk ook lezen: het is algoritmische handel. Oftewel, een bot is eigenlijk een algoritme. Het is geprogrammeerd om op bepaalde dingen, op bepaalde momenten in de markt, op een bepaalde manier te reageren. Je ziet het hier ook. Algoritmes die handelen voor jou op basis van markttrends of marktsignalen. Als je ooit naar daytraders kijkt of naar grafieken, dan zie je ooit uh, gemiddeldes, uh, de RSI of het ja, overbord is oversold, dat soort dingen. Nou, dat soort elementen, dat soort signalen of indicatoren kunnen verwerkt zijn in een bot. En daar op, op basis van die informatie op dat soort momenten kan een bot dan op een bepaalde manier reageren. Maar er zijn dus drie uh, bots op dit moment. Het is wel zo dat er in de toekomst meer bots zullen aankomen, maar op dit moment zijn er dus drie bots. Het is een defensieve bot, een neutrale bot en een agressieve bot. Eigenlijk een beetje hetzelfde, zoals je dat ook bij aandelen hebt. Als je ergens beheerbeleggen doet, dan maken ze een profiel. En afhankelijk van ja, welk profiel je hebt, hoeveel risico jij bereid bent om te nemen, kun je dan kiezen voor een bot of uh, kun je dan kiezen voor een bepaald profiel, bijvoorbeeld defensief. Neutraal of agressief. Agressief als je wat meer risico wilt nemen, bijvoorbeeld. Maar laten we even als voorbeeld nemen de boosting Alpha Neutral Bot. En gaan we dan kijken naar de informatie. Zien we hem nu even 0,17% in de plus staan. Hij stond vanmiddag 8%. Uh, sorry, dat zeg ik verkeerd. Hij stond vanmiddag 1% in de plus. Sinds het middaguur, begin van de middag ergens, is het wel wat minder gegaan met de crypto. En is dus is ook onze bot iets naar beneden gegaan wat betreft rendement. We zien nu wel weer een klein beetje herstel. Maar zoomen we weer uit, sinds eind vorig jaar is deze bot actief. Zie je hier het rendement. Uh, hier zien we hem een klein beetje in de min gaan op het moment dat de oorlog in Oekraïne begon. Uh, daar ging natuurlijk ook heel de cryptomarkt op onderuit. Uiteindelijk ook wel weer 8% in de plus gestaan. Dus je ziet ook wel dat een bot hier ja, reageert op de markt en een rendement dus afhankelijk is van de markt. Kijk vooral even hoe verschillende bots reageren op verschillende marktomstandigheden. Maar hier lees je onder vaak wat meer informatie over een bot. Ja, dit is over de neutrale. Hier zien we dat het een verzameling is van 10 agressieve en 10 defensieve handelsalgoritmes. Um, kijk je naar de defensieve bijvoorbeeld, die, pakt, uh, die gaat vooral handelen op de top 10 coins. Dus Bitcoin, Ethereum, Cardano, dat soort coins. Uh, de agressieve doet ongeveer op de top 50. Nog een paar extra afhankelijk van de marktomstandigheden. Dus daar heb je ook vooral te maken dat je kunt handelen in wat kleinere coins en dat er ook een groter percentage van het geld dan geïnvesteerd op een bepaald moment. Dus de defensieve, zoals je zegt, is defensiever vooral op de wat grotere coins, terwijl de agressieve wat meer investeert, wat sneller investeert en ook op wat meer coins op de top 50. En het is natuurlijk wel zo altijd dat er voordelen en nadelen ergens aan zitten, ook aan deze aan deze cryptobots. Een voordeel in ieder geval bij CoinMerse, is dat je ja, eigenlijk geen technische kennis nodig hebt, zoals eerder al zei dus vroeger moest je of zelf iets programmeren of de grafieken lezen. Nou, dat is in dit geval niet nodig. Je kijkt gewoon eigenlijk wat het beste bij jou past. Welke bot past bij jouw risicoprofiel? Wat de manier van beleggen die je hebt. En je kiest dan een bot die bij jou past. Op dit moment zijn dat dus drie. In de toekomst zal dit aanbod wel uitgebreid worden. Een ander voordeel is dat je geen instapkosten hebt. Dus als je gebruik gaat maken van een bot, heb je geen. Ja, de kosten die je maakt om in te stappen. Soms is dat nog wel zo dat bij diensten dat die een percentage of een vast bedrag vragen. Als je bijvoorbeeld een eerste inleg doet, dat is niet het geval. Je betaalt dan wel trouwens een kleine vergoeding per trade die die doet, de bot. Alleen waar je ooit ziet dat het zowel alle trades is, is zowel zo positief als negatief resultaat, is het in ieder geval hier bij Coimers zo dat je alleen het percentage aan transactiekosten betaalt. Als je een ja, rendement maakt, als het een succesvolle trade is geweest. En ik denk al een voordeel hiervan, van deze bots, is dat derde partijen geen toegang hebben tot jouw account. Zoals gezegd, er zijn al wel meerdere tradingbots, platformen uh, die je, waar je gebruik van kunt maken. Maar dan heb je eigenlijk het platform losstaan van de exchange. Dus die moet je koppelen. Dus je moet een derde, een externe partij, koppelen aan jouw account van de exchange. Ik weet niet of dat iets is wat je per se wilt, want ook dat is een risico. Want eigenlijk geef je dus andere toegang tot jouw account. En het voordeel in ieder geval hiervan is, is dat de bots juist ge, ja, geïmplementeerd zijn in het systeem van CoinMirror zelf. Dus alles blijft binnen hetzelfde systeem. Er zijn natuurlijk ook nadelen bij cryptobots, En het geldt natuurlijk wel zo dat een bot uh, het idee van deze serie toen ik hem begon en natuurlijk ook nog steeds in de toekomst. Is dat ik vooral ga voor de lange termijn. Terwijl een bot natuurlijk zo geprogrammeerd is. Um, en eigenlijk ook het idee van een bot is dat je eigenlijk juist op de korte termijn ook kunt profiteren. Dat misschien op schommelingen in de markt. Dat je dan sneller koopt en ook weer sneller verkoopt. Nou, dat is dus anders dan de theorie of de ideologie die we eigenlijk hadden om voor de lange termijn te investeren, is niet per se slecht. Maar in ieder geval wel iets om rekening mee te houden. Dat het anders is dan de strategie die we eerder toepasten. En waar ik het als voordeel noemde: dat je geen technische kennis nodig hebt, is dat tegelijkertijd ook wel een nadeel. Want je weet, omdat je het niet zelf hebt geprogrammeerd of zelf hebt samengesteld, weet je niet hoe de bot gaat reageren. Je weet niet. Hoe die geprogrammeerd is om op bepaalde momenten op een bepaalde manier te reageren. Dus het enige wat je kunt doen. is de informatie lezen die beschikbaar is. of kijken in het verleden. hoe die gereageerd heeft op ja, bepaalde omstandigheden in de markt. En een nadeel is dat er wel uitstapkosten zijn. Er zijn geen instapkosten. maar wel uitstapkosten. Dat zien we ook trouwens wel bij andere aanbieders zo. Maar het is natuurlijk wel zo. je maakt gebruik van een dienst. Um, daar zijn kosten aan verbonden. Het is dus wel belangrijk om na te gaan denken. Um, ja, welke. Bot wil ik gebruiken als ik hem al wil gaan gebruiken? Want het is dus niet interessant om telkens in te stappen of uit te stappen in een bot, want dan krijg je te maken met kosten. Ben je wat ja, defensiever hierin? Wil je soms misschien wel in een bot zitten, soms misschien niet? Dan zou je misschien eerder kunnen kiezen voor een defensieve bot dan voor een neutrale of agressieve bot. Dan hoef je niet telkens in of uit te stappen omdat de bot zelf misschien dan wat ne uh, negatiever, wat defensiever is. Dus dat is in ieder geval wel iets belangrijks om na te denken voordat je begint met bots. Denk nou of je het wilt, wat het beste bij jou past voordat je überhaupt hiermee begint. Maar laten we ook vooral even gaan kijken naar hoe we er nu voor staan met het crypto portfolio. Nou, op dit moment net geen uh, 1300 euro in crypto zitten. Min 7,7%. Vanmiddag was dit min 3,8, 3,9%. Dus we zien wel dat we flink in de min zijn gegaan. Uh, ja, de laatste dagen en vooral sinds vanmiddag. Dus. Maar ja, dat is hoe de markt op dit moment is. We zien al was 150 euro klaarstaan. Niet de 100 euro zoals we gewend zijn, maar deze keer 150 euro. Omdat ik in dit geval in iedere van de drie coins of in iedere van de drie bots. 50 euro wil investeren om te gaan kijken hoe het gaat in de komende maand. Gaan we dan naar beneden scrollen, dan zien we hier dat je eventueel ook gebruik kunt maken van bots. Nou, dat wil ik dus wel gaan doen in, uh, in deze video. En als we dus naar de bots gaan, dan zien we er op dit moment drie uh, waar we uit kunnen kiezen. Dus laten we gewoon even kiezen voor de bovenste met de defensieve als eerste. Dan kunnen we hier rechtsboven invullen dat ik in dit geval 50 euro wil investeren. Dan zeg ik start. En aangezien dit de eerste keer is natuurlijk... Dat ik hiervan gebruik ga maken, krijg je nog wat meer informatie. Ik heb trouwens mijn profiel nog op Engels staan, zie ik, dus het is ook in Nederlands beschikbaar. Hoor. Um, je ziet hier nog meer ja, uitleg over wat een bot nu precies is. Dit is ook de video die, we eerder al, uh, die ik eerder al zei, dat je even kunt gaan kijken. Um, je krijgt ook een uitleg over of Coimers uh, kosten in rekening brengt. De, het starten van een bot is gratis, het uitstappen, zoals ik net al zei, is anderhalf procent aan kosten. Um, dit is dus wel zo dat je heel goed over na moet denken of dit het bot is waar je gebruik van wilt maken, want je betaalt anderhalf procent over het bedrag dat in de bot zit. Dus in dit geval zou het bijvoorbeeld 100 euro zijn, betaal je anderhalve euro als je uitstapt. Maar het is dus wel zo dat een bot alleen kosten rekent um, voor de onderlinge transacties. Op het moment dat het een winstgevende trade is geweest, oké, okay, dat weten we nu ook. En uiteindelijk nog het risico. Hier, kijk hier even vooral naar. Van, het zijn natuurlijk ook risico's aan verbonden, zeker als je het niet zelf doet. Ben je bewust van hoe een bot kan werken, wat het idee achter een bot is? Nou, als we daarmee uh, akkoord gaan, ik zeg ik ga daarmee akkoord, dan kunnen we starten. Zal ik hem waarschijnlijk, denk ik, nog een keer op start moeten duwen en dan wordt mijn transactie wel gevuld en dan heb ik in ieder geval 50 euro in de eerste bot zitten. En laat ik dit proces meteen maar even herhalen voor de neutrale en voor de agressieve bot. En als we dan gaan kijken naar mijn wallet, dan ziet dat er als volgt uit. We zien hier alle drie de bots staan met alle drie 50 euro op dit moment. Dus ik ben vooral benieuwd hoe het gaat in de komende tijd. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe de markt reageert. Gaat het goed met Bitcoin of andere coins? Of gaat het wat slechter? En kijken we dan hoe de rendementen in dat geval zijn. Je ziet wel dat de bots losstaan van je dashboard, van je wallet, ten opzichte van de crypto. Aan de crypto's natuurlijk niks veranderd, want daar heb ik op dit moment geen aankopen gedaan. Maar laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Bitcoin 544 euro, zoals gezegd, 9% in de min. Ethereum 18% in de plus. Cardano inmiddels ook weer flink gezakt, 32% in de min. Polkadot 34% in de min. Dogecoin hebben we nog steeds. Nou, die is uh, weer een stuk minder waard geworden. Maar dit is in ieder geval hoe het er op dit moment uitziet. Ga ik nog even terug naar het dashboard, zien we dat we denk ik een hele bedrag nu geïnvesteerd hebben, oh dit is nog steeds het crypto gedeelte en 150 euro dus in bots. Ik ben vooral benieuwd dus hoe het er over ja, een maandje uitziet, maar dat gaan we dan wel weer in de volgende video bekijken. Laat ook weten wat jij denkt van bots en doe dat in de reacties onder deze video. Ben jij iemand die voor de lange termijn gaat en hoef jij niet te kijken naar de korte termijn of vind je het misschien juist wel interessant om ook op de korte termijn bezig te zijn zonder er heel veel tijd en energie in te steken. Ik ben vooral benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Laat het dus weten in de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar weinig niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.